Na het journaal van 10:30, de parlementaire rubriek Den Haag vandaag. En we beginnen nu met de vierde aflevering van de serie Nederlandse cineasten. Vanavond een portret van Emile van Moerkerken. Niet alleen cameraman en documentarist, maar vooral ook experimenteel filmer. Ook heeft hij wetenschappelijk werk verricht op het gebied van waarneming, wat onder andere terug te vinden is in zijn film Sonata Cipollata, waarvan vanavond fragmenten te zien zijn in het nu volgende vierde deel van de serie Nederlandse cineasten. Emile van Moerkerken is niet alleen iemand met voorliefde voor het macabre. Iemand die het surrealisme een warm hart toedraagt. En die houdt van, nou eigenlijk toch wel, flauwe grapjes. Hij werd geboren in 1916 en was al voor de oorlog actief als fotograaf. En voornamelijk experimenteel filmer. Zijn publiek is niet groot. Hij werkt eigenzinnig in de marge zonder hang naar groot succes. Daarnaast werkt hij veel als cameraman, was docent aan de Filmacademie en doet als waarnemingspsycholoog onderzoek naar het bewegende beeld. Als schrijver gaat hij schuil achter het pseudoniem Erik Terduin. Ik zag ooit, heel kort na de oorlog, een prachtig trucfilmpje, Germany Dances the Lambeth Walk. Dat is een heel beroemde film geworden, een hele korte hoor, 3 minuten of zo, die een rol speelt in de Engelse oorlogsactiviteiten tegen Duitsland, mag ik wel zeggen. Nou, de trucage daarin toegepast, waarin legers of soldaten vooruit en achteruit lopen en danspasjes maken, heeft mij enorm gefascineerd. En ik heb er een tijd over gedacht hoe ik dat ook zou kunnen maken. In die tijd had men hier nog niet in enigerlei laboratorium een optical printer. Zo'n apparaat van 2-3 ton, nou, ik weet niet exact de prijs, waarmee je zulke dingen kan maken, waarmee ongetwijfeld die Engelse film ook gemaakt is. Maar ik heb van een paar tientjes een heel oud 16 mm met de hand draaibaar projectortje en daarvoor te zetten een camera met uiteraard een 5 cm lens op dubbele brandpuntsafstand, zodat je in de afbeeldingsmaat 1:1 een origineel 16 mm beeldje kon affilmen, weer op 16 mm. En dat originele 16 mm beeldje, die kon je halen uit een filmstrook die je op allerlei manieren, beeldje voor beeldje, vooruit en achteruit, kon in het beeldvenster kon zetten. Net zoals een tekenfilm wordt gemaakt, nietwaar, van de aparte tekeningen, waren hier de voorbeelden geen tekeningen, geen figuren, maar filmbeeldjes in elke volgorde te zetten die je maar wou. En nou, met die buitengewoon eenvoudige apparatuur die nauwelijks een paar tientjes heeft gekost, heb ik die film Koekoekswals gemaakt. En we hadden in die tijd ook nog geen montagetafels. Ik had een optische geluidsband, optisch geluidsnegatief, waar je zo die trillingen op kon zien. En ik had hem natuurlijk op maten afgestreept en ik had de grammofoonplaat goed geanalyseerd. Toen heb ik zo, als het ware op het oog, die reeds van tevoren geplande, in goede ritme gezette bewegingen heb ik zo op het oog gemonteerd. En dat is Koekoekswals geworden. MUZIEK
In veel van zijn films is Van Moerkerke, soms maar heel even, te zien als blindeman. Is hij juist als filmer gefascineerd door het niet kunnen zien? Ik ben inderdaad daardoor wel gefascineerd. En dat komt vooral sinds ik in 1937 voor Max de Haas als cameraman optrad van een film Licht in de Verten. Die ging over en voor de Nederlandse Blindenbond. Zo heb ik veel echte blinden kunnen observeren, blinde kinderen en volwassenen blinden. En ik heb mij ingeleefd in het gevoel wat het moet zijn om blind te zijn. En dat lijkt mij iets vreselijks, vooral voor iemand die zo'n uitgesproken kijkdier is, net als een kat trouwens, ook kijkbeesten, als ik, hè. Ik heb kennissen die zeggen dat ze liever blind dan doof zou willen zijn, maar ik zou natuurlijk veel liever doof dan blind willen zijn. Op een gegeven moment, ongeveer in begin jaren 60, kwam ik op het idee om een eigen film te maken over een al of niet echt blinde man die door de wereld trekt op weg naar Holiesloot, volgend jaar in Holiesloot. Ik heb daar in die tussentijd, van die tussen 63 en 83, ik heb die film pas in september 83 voltooid, gemonteerd. In die tussentijd ben ik nog wel eens meer als, heb ik een gastrolletje gedaan als blinde man in de Vuijenfilm onder andere. En in de film Blindgangers van Aten de Jong. En onderweg, als ik ergens op reis was, voor ander werk, voor filmen of zo, of ook op vakantiereizen, heb ik dus meestal een speciale camera meegenomen, ook wel eens met de gewone camera die ik toch moest gebruiken. En tussendoor door assistenten of medewerkers of reisgenoten, of zelfs onbekenden, een onbekende chauffeur ergens in Ghana, heb ik op het knopje laten drukken nadat ik zelf de camera had ingesteld. En ben ik door het beeld gelopen. En de laatste 8 jaar heeft mijn zoon Bruno steeds opgetreden als cameraman en ook als regieassistent. Die gaf nog aanwijzingen. We zijn ook in het dorpje, of bij het dorpje Moerkerke in België geweest. En de laatste opnames van de aankomst bij Holiesloot heeft ook mijn zoon Bruno gemaakt, et cetera. Die titel van dat boek, die heb ik eigenlijk gedaan om de titel van mijn film volgend jaar in Holiesloot, die toen nog niet af was, even te copyrighten. Ik weet niet of dat nodig was. En er is geen in die bundel, dat is een bundel verhalen. Daar komt eigenlijk dat Holiesloot maar in één regel even terloops in ter sprake. Dus die titel is niet heel erg in sterke relatie met de inhoud van het boek. Het andere boek wat je gepubliceerd hebt, De IJsprinses, daar zitten wel degelijk allerhande fragmenten over film en zo in. En dat is ook duidelijk met gedeeltelijke autobiografische trekjes. Daar zit, er is erg veel in gelogen. Men moet vooral niet denken dat het een autobiografie is. Maar wat niet gelogen is, dat is het fysieke gevoel en ook psychisch, het enthousiasme, voor de filmerij op mijn 15e jaar op een Duitse kostschool in 1931, voor de Hitlertijd. Op die Duitse kostschool was aanwezig een kinamo, een 35 mm kinamo, waarmee de schoolfilm werd gefilmd en waarmee ik inderdaad dus op mijn eigen houtje ook moest filmen, en dat waren mijn eerste filmopnames. Omdat ik zo enthousiast was voor filmen, mocht ik een keer, onder leiding van een leraar nog, opname maken van een speerwerper voor de afdeling sport van de schoolfilm. En even later, een maand later, mocht ik helemaal alleen met deze camera, met uit eigen zak, van eigen zakgeld, waar je anders snoepjes verkocht en fotopapier ook, opnames maken van mijn vader en moeder die op een gegeven moment op bezoek kwamen. Daar op school, die heb ik gefilmd. En nog even later heb ik in de drukkerij van het schoolkrantje
de zetterij, die tevens ook voor leerlingen was, een opname gemaakt van de... van het zetten, het letterzetten. Ik heb in het boek beschreven het gevoel wat het geeft om met zo'n camera in je handen te filmen op statief en ook uit de hand. Het gevoel wat dat geeft, dat trillen wat die camera doet. En als je er zo doorkijkt wat je dan ziet, dat is dus dat is authentiek. Dat is echt zo gebeurd. Wat verrukkelijke geluid. Heel anders dan de paté waarvan het veerwerk zachtjes blijmoedig snorde. Nee, als het veerwerk van de kinamo begon te lopen, was het alsof hij levend werd. Luid geratel, een trilling van het cameralichaam voelde je aan je oogharen. Een nerveuze bibberatie als van een kat die met open mond gretig staat te kwekken tegen een vogeltje. En terwijl je door de zoeker kijkt, besef je dat de camera nu, op ditzelfde ogenblik, 16 beeldjes per seconde, vreet. En dat wat je nu ziet, later levensgroot op het projectiescherm zal bewegen. Ja, dat was dus deze camera. Dit is natuurlijk een ander exemplaar, hoor. Ik weet niet of die camera waar ik toen ooit mee gefilmd heb, of die nog bestaat. Dit is een exemplaar. Ik weet trouwens eigenlijk langzamerhand niet meer hoe je met welke hand je nou op het knopje drukt. Met deze of met die. Er zijn verschillende manieren voor. En, ja, oh ja. Ha! Kijk, dit, dat is dat. Dat ding maakt een ongelooflijk lawaai. En dat geeft een soort trilling, hè? Dat heb ik beschreven. Als je niet oppast, valt die zo in tweeën. En je gaat dus... Hoeveel meter ging er nou in? 12 of 15? Dat ben ik eerlijk gezegd vergeten. Ja, dat was een fijne camera. Maar ik verlang daar natuurlijk ontzettend... Want dit is niet te betalen, hè, wat je hiermee... Als je het zelf moet betalen. Ik verlang er ontzettend naar een eigen camera. Toen ik ooit... Ik was toen 15. Toen kreeg ik, omdat ik had gehoord dat die verkocht werden in Duitsland, voor 20 mark, dat was toen 12 gulden, 20 mark, een Pathé babycamera, zonder veerwerk, ging ook zo'n cassettetje in, met 9 meter, 9,5 millimeter film, hè, 9,5 millimeter. En dat moest je dus, één omdraaiing is 8 beeldjes, en met 16 beeldjes ging dus 2 keer in de seconde ronddraaien. Maar... Daar kon je niet uit de hand mee filmen, want dat is niet stil te houden. Dus ik bleef altijd nog gebonden aan dat dit ding moest op een statief staan. Het duurde heel lang voordat ik een goed statief ervoor had, overigens. En daar kon je niet zwenken tegelijkertijd, hè. Dus ik was natuurlijk ook wel toe, op een gegeven moment, aan een veerwerkcamera. En, hè, waar je zo mee kon filmen. Maar die kwam vrij laat. Mijn vader vond dat allemaal helemaal niet nodig. En die vond die hele filmerij een afschuwelijke hobby. Of beroepskeuze, of hoe je het ook noemen wou. Maar ik wist het toch zo gedaan te krijgen dat ik op een gegeven moment een scene niet zo kreeg. En ik heb mij met die camera buitengewoon uitgeleefd. In experimenten van gigantisch grote close-ups maken. Zoals in mijn eerste experimentele film Sonate uit 1934. Ik was toen 17. Die film stelt natuurlijk helemaal niks voor. Maar dat is een aaneenschakeling van geëxperimenteerd met de camera. Vooral beïnvloed door wat ik in boekjes zag staan. Aan foto's uit films van Man Ray, Hans Richter, Walter Ruttmann. En nog meer dergelijke figuren. En... Ik maakte dan dus hele grote close-ups, laten we zeggen, van een sigaret die zich aansteekt aan een kaars. En, nou, nog meer dat soort dingen. Behalve die filmsonate een paar jaar later, ben ik nog weer eens begonnen. Dat moest allemaal van zakgeld worden betaald, vergeet dat niet. En mijn vader gaf maar met zeer, zeer, zeer beperkte... maatte mij de hoeveelheid geld om één rolletje van 30 meter film te kopen. En ik heb toen geleerd, dat is de eerste aandrift tot mijn pathologische zuinigheid in zaken filmmateriaal. Ook als anderen het betalen, rijke producenten, dan verschieten, dan gaat er bij mij nooit een meter film verloren. Ik heb begon met allerlei experimenten. Ik was natuurlijk nogal erg onder de invloed van... Vooral van zowel het surrealisme als ook zulke morbide dingen als de film Vampier van Karl Dreyer. En ik had een mooie schedel, ik ging met een schedel aan de gang.
dat was het inleiding, moest dat worden van een andere film, die nooit gemaakt is. Iets anders is, ik had een mooie grammofoonplaat van Duke Ellington, Limehouse Blues. En in die tijd dacht ik bij één bepaalde passage uit die muziek, Limehouse Blues, daar hoort bij dit en dat beeld. En dat was dan, in dit geval, een oorlogskerkhof. Daarvoor ben ik in 1936 speciaal met een vriend naar Ypres gereisd. 1936, hè, dus voor de Tweede Wereldoorlog. En heb daar die opname gemaakt die precies bij dit stukje muziek past. Vanaf 1935 in de ban geraakt van het surrealisme, voor zover ik dat had leren kennen uit films en in Parijs uit tentoonstellingen. En ongeveer in die tijd stond er al reeds in een Frans surrealistisch tijdschrift een artikel bij een foto van het Palais Ideal du Facteur Cheval in Haute-Rive, wat ik eigenlijk, waar ik toen niet echt veel aandacht aan besteedde, en pas vele jaren later, een kwart eeuw later of nog langer, kwam ik op het idee om op een vakantiereis daar met vrouw en kinderen heen te gaan, naar dat droompaleis, dat Palais Ideal, van die postbode. En toen zag ik het. Toen dacht ik meteen, ha, hier moet ik een film van maken. Er waren intussen al films over gemaakt, die had ik nooit gezien hoor. En ik stelde dat idee voor bij de VPRO. Dat ging in die tijd nog heel prettig en makkelijk. Ik zei even, ik heb dat om dat ontdekt. Hier heb je een fotootje ervan, daar wil ik graag een film over maken. En zowel bij Arie Kleibert als Jan Blokker. Oh ja, goed, maak het maar. Maak het niet te duur, 6.000 gulden. Goed, zo ging dat toen. Ik ben in 69 daar toen met één assistent, een leerling van de Filmacademie, één week heen getrokken. Heb die film gemaakt, die moest beantwoorden aan twee dingen. Hij moest informatie geven voor een ruim publiek. Hij moest dus als documentaire iets vertellen over wat daar gebeurd was ooit. Aan het eind van de vorige eeuw, hè, die oude postbode die daar in enige tientallen jaren eigenhandig dat grote paleis heeft gebouwd. Dat gebouw. En tevens wou ik mijzelf uitleven door een beetje enige, laten we zeggen, iets wat surrealistische fragmenten in die film onder te brengen. Dat heb ik dus gedaan.
Ik maakte in die tijd veel gewoon werk voor zowel de VARA als freelancer, als ook de VPRO. Hè. Gewone serieprogramma's, Ziek zijn beter worden, een filmprogramma en andere dingen. En ik had toen zelf het idee, ik wil een parodie maken, voor de aardigheid, over de slecht gemaakte televisiedocumentaire. En die hele signalement van de Hik is helemaal opgezet als een parodie op de verschrikkelijke knulligheden die in bepaalde televisiedocumentaires in dat jaar, omstreeks 1965, werden gemaakt. Mevrouw Sporenberg, neemt u niet kwalijk dat ik u te vraag. Heeft u wel eens last gehad op een ongelegen moment in de carrière van de Hik? Ik bedoel, de Hik? De Hik, ja. Dat. Oh, jawel. Ik heb er wel eens last van gehad. Maar dan nam ik altijd het versje wat mijn moeder ons als kind al leerde te baat. Hik, sprik, sprouw. Ik geef de Hik aan jou. Ik geef de Hik aan een andere man die ze goed verdragen kan. Nou, en dat hielp hoor. Dank u wel. Ik geef de Hik aan jou. Ik geef de Hik aan een andere man. Ik geef de Hik aan andere man die de Hik verdragen kan. Maar kunnen we het verdragen? Wij leven in een volle wereld. Een wereld van steen en glas, van huizen en ramen. Hier wonen mensen. Er zijn vele soorten mensen. Mensen van gisteren, mensen van vandaag, mensen van morgen. Alledaagse mensen met hun kommer, hun zorg, hun angst. Angst voor geweld, voor oorlog, voor honger. Maar ook angst voor de Hik. De wereld waarin wij leven wordt steeds kleiner. De moderne massacommunicatiemiddelen verruimen ons gezichtsveld, brengen ons in contact met vreemde gebruiken in vreemde werelden, met de ander. Maar niettemin is de mens eenzaam. Eenzaam in zijn strijd om het harde bestaan. Eenzaam in zijn verdriet, zijn haat, zijn angst. De ander komt steeds dichterbij. Maar tegelijkertijd is de ander ver weg. We gaan aan elkaar voorbij. Kinderen zingen, ik geef de Hik aan ander man die de Hik verdragen kan. Maar is er een ander man? Meneer, mag ik u wat vragen? Heeft u wel eens de Hik gehad? De Hik? Nee, ik ben pas in Nederland. Dag jongetje, heb jij wel eens de Hik gehad? Zeg, heb jij nooit de Hik gehad? Nou, als hier iemand hikt, dan vindt iedereen dat heel gewoon. Maar als een Surinamer hikt, dan kijkt iedereen om. Maar ik geloof wel dat wij ooit in alle vrijheid zelf zullen kunnen hikken. Ah, mevrouw, ik wou u wat vragen. Heeft u wel eens de Hik gehad? Of iemand van de familie? Wou je een glas water hebben? Nee, hij de Hik. Nee, dank u wel. Nee, dank u. Ik wou u vragen, wat doet u er tegen als u de Hik hebt? Oh, ik drink een glas cold water, heel vlot op. Ja? En een schepje suiker helpt ook wel. Oh, mooi. Dus dat is wel, neus dichtdrukken. Ja, ja. Nou, dank u zeer. Dat was alles wat ik u vragen wou. Dag mevrouw, goedemorgen. Dag, goedemorgen, meneer. Ja. Mag ik u even wat vragen? Goeiedag, meneer. U bent, geloof ik, aan het hout hakken? Ja, ik ben aan het hout hakken. Ik moet een beetje nemen voor de kachel. Ah, de kolen ben ook duur, weet je wel. En het hout, ja. En hebt u die boom zelf helemaal omgehakt? Ja, gezaagd hier in het bos. Dat is dood hout, hè. Oh, is dat bos van u hier? Ja, als ik de ogen dicht doe, is dat hele bos van mij, hè. Ja, ik word er wel moe van. Maar ik doe het alleen maar voor de hikafleiding. Wat zegt u nou voor de hik? Ja, ja? Ik heb de hik voor. Oh, en dan? Ik kan binnen zitten en ik heb de Hik. Dan ga ik naar buiten. En dan ga ik aan het hout hakken. Want de Hik, dat is een raar iets. Dan moet je dus aangaan en gewoon goed hard aan het werk. En hout hakken. Ja. Nou, ik dank u zeer voor het advies. Ontspanning ja. Hebben. Ja. Hard werken. Ja. En dan zoek eens wat. Nou, hakt u lekker verder. Ja. En, goedemorgen dan weer. Toch maakt Van Moerkerke ook meer serieuze documentaires. De Watlopers dus.
Dat was in 1959. Dat is de enige film die ik ooit heb gemaakt met subsidie van het ministerie, toen OKW. En dat was dus eigenlijk een vrije film. Maar ik heb hem in een hele brave stijl gemaakt. Zoals ik gewend was dat het eigenlijk hoorde. De brave stijl van de Hollandse school. Van water, wind en wolken en zee. Ik ben er niet helemaal gelukkig mee. Ik heb me nog wel een grapje kunnen permitteren. Met een meeuw. Met een meeuw die Wie gaat mee over zee fluit. En op mijn verzoek werd dan ook die melodie van Wie gaat mee over zee keurig overgenomen door het trio Pim Jacobs, die daar op door borduurde. Over die film is overigens vrij lang gedaan, omdat je daar op die wadden helemaal niet uit de voeten kan komen. Het is erg lastig in het opzicht van transport en dergelijke. Nu, dat was dus een kleurenfilm op 35 mm. Nu, Bergtop in de Oceaan, was weer een zwart-wit film. Die is gemaakt voor de VPRO. Helemaal alleen, zonder enigerlei assistent, ben ik daarheen getrokken naar de Vereur-eilanden. Die Vereur-eilanden waren voor mij een alibi om de gelegenheid te krijgen van de VPRO om een film te maken die in werkelijkheid eigenlijk ging over iets wat helemaal niet op zichzelf interessant was. Het was voor mij een oefening in het vinden van een filmvorm, een filmtaal, ten opzichte van dit onderwerp. Eigenlijk een film over het maken van een film over een onderwerp wat op zichzelf niet bijster interessant was. Ik heb er nog overigens toegepast een lesje van Herman van der Horst. Ik zag een keer een film van Herman van der Horst. Ik meen, Het schot is te boord. En ik vroeg hem later, hoe heb je dat gepresteerd? Heb je je camera aan een gyroscoop opgehangen? Hè? Want je ziet die boot zo onder de camera door opwiebelen. En toen zei hij me, nee, je moet gewoon de camera in je hand nemen en met je knieën door kniebuigingen compenseren het wiebelen van de boot. En gewoon in je zoeker de horizon houden. Nou, dat heb ik gedaan en dat lijkt veel moeilijker dan het is. Het is heel makkelijk. Je schrijft boeken onder naam Erik ter Duin, je filmt. Hoe doe je dat met je scenario's? Nou, scenario's schrijf ik eigenlijk niet. Schrijven is schrijven, hè. Als ik iets schrijf, dan wordt het schrijfwerk, een boekje of zo, of een verhaal. En als ik film, dan film ik zo met de camera, alleen de camera in de handen. En dan heb ik hoogstens wat notities van tevoren. Ja, natuurlijk, je maakt notities, je schrijft wel eens iets op. Maar niet een echt scenario. Hoe doe je dat dan met je opdrachtgevers? Nou, de paar keren dat ik tussen routinewerk door, opdrachtwerk door bij de VPRO een eigen vrije film heb gemaakt, heb ik alleen maar een heel kort synopsisje, een paar regels
laten zien. En nou, dat was voldoende, toen kon ik mijn gang gaan. Alleen, er is één uitzondering. Ik heb voor de film Dag Dokter van Aten de Jong enige bladzijden scenario gemaakt. En daar heeft hij inderdaad een keuze van in zijn film verwerkt. Anoniem en gratis heb ik dat gedaan. En dat vond ik trouwens een hele bijzondere sensatie. Om door mij geschreven scènes en dialogen daar in een film te zien. In een film niet van mij dus. Maar eigenlijk kan ik geen scenario schrijven. Ja, bij de Holy Sloot film had ik een stuk muziek van 9 minuten. Dat stuk van Tchaikovsky. En ik heb de hele partituur, alle 347 maten, allemaal achter elkaar gezet, hè, dat het te volgen was. En ik heb daarna nog eens die maten, nog eens gewoon in een cahier onder elkaar geschreven. En ook met behulp van het afluisteren van de muziek natuurlijk, niet alleen dat, hè, vastgestelde groepen. De groepenmaten die bij elkaar horen, groepen van 6, groepen van 4, dat was heel belangrijk. Een paar keer groepen van 2. En dan ga je natuurlijk zitten denken, er zijn stukken film die ik al had, die echt vroegen om een muziekeffect. En er zijn ook muziekeffecten in deze muziek die vragen, vroegen om een stuk film erbij. En nu was speciaal een van de, dat is dan het makkelijkste in de montage, hè. Er zijn bepaalde stukken die horen direct bij elkaar. Er zit ook aan het eind van de film een lange helling die klimt. En daar, dat komt overeen met muziek die een spannende stijging vertoont. En dus dit was dan ook makkelijk te vinden, want ik wist ik moest een bang hebben. En die bang moest gelijk zijn met dat op de grond terechtkomen van deze kreupelen. Die door de blinde man op de grond wordt gegooid. Dat is overigens voor insiders uiteraard een toespeling op L'Âge d'Or van Buñuel. Schitterende film waarin de hoofdpersoon een arme blinde bedelaar een schop geeft en op de grond laat vallen. En mijn wraak dan is hier dat de blinde man een kreupele op de grond laat vallen. Goed. Ik zal even laten zien een stukje terug. Dan kent u... Dat was dan heel mooi bij deze toenemende spanning. Bang, hè? Dat is precies die bang die je moest hebben. Een stuk terug. Hoe kwam Van Moerkerken nu eigenlijk in het filmvak terecht? Via via kon ik terechtkomen bij de productie van Dood Water. Op dat moment, april 34 in Volendam, kon ik komen als volontair en werd ik meteen tweede assistent bij Van Barsi. De bekende cameraman in die tijd, die destijds ook met het fotografie van Dood Water een prijs heeft gewonnen in Venetië. Goed, toen was ik tweede assistent. Dat bestond vooral uit sjouwen met camera's en sjouwen met statieven. Een half jaar later begon Van Barsi te draaien de speelfilm die nooit voltooid is. De speelfilm van Henk Kleinman, Hollands Jeugd. En toen was ik bevorderd tot eerste assistent. En dat betekende de cassettes laden, de camera laden. En betekende vooral ook bij Van Barsi, die zijn Ascania niet met een elektromotor aandreef, maar met de hand draaien liet met een buigzame as. En je moest precies 3 keer in de seconde ronddraaien. Hè. Elke ronddraaiing was 8 beeldjes, dus 3 keer in de seconde was precies 24 beeldjes. Dat was soms nogal vermoeiend, maar... En zo heb ik jarenlang, als assistent van Van Barsi, in de tijden dat hij een film aan het draaien was, en dat waren er heel weinig trouwens, heb ik dat assistentenwerk gedaan. Vooral ook bij de film Lentelied. En ik heb ontzettend veel geleerd van Van Barsi. Die kan ik echt wel beschouwen als een leermeester. Cameratechnisch dan, niet zozeer, niet cineastisch. Hij voelde trouwens helemaal niet zoveel voor film. Hij was niet een... Hij was geen filmfan, merkwaardigerwijze. Hij was meer een fotografiefan. Maar ik heb in ieder geval ontzettend veel van hem geleerd. En ik heb dat meteen mogen toepassen. Hij moest tijdens Lentelied 2 weken afwezig zijn voor een ander contract met Henk Kleinman. Dan moest hij 2 weken elders zijn. In die 2 weken heb ik hem mogen vervangen. Hallo,
Daar was toevallig bij de slotscène van Lentlied. Een autoachtervolging en het allerlaatste beeld. Als je maar weet dat ik de volgende keer meega naar Rotterdam. Charlotte! Afgesproken, onmiddellijk na de fusie wordt de motor geleverd. Je zult er geen spijt van hebben. In die beginperiode heb je dus ook bij Max de Haas nog gewerkt. Vanaf 1937. En dat cumuleerde in 1939 met de spoorwegfilm, Na 100 jaar. Dat was een spoorwegjubileumfilm. Ja, toen bestonden de spoorwegen 100 jaar, hè, 1939. Die film heb ik evenals de andere films die ik bij Max de Haas heb gedraaid ook zelf gemonteerd. Het is eigenlijk zo dat vooral alle speelscènes daarin, overal waar mensen in voorkomen, dat was vooral het werk van Max de Haas. Maar de meer absolute filmshots, alles wat met de beweging te maken had, en met zuivere bewegen, lichteffecten, die heb ik eigenlijk op mijn eigen houtje gemaakt. En het slotfragment van die spoorwegfilm, de laatste 3 minuten, die heb ik praktisch helemaal alleen gemaakt. Op instigatie van Max de Haas. Die zei, nou moet je een stukje snelheid zien te maken voor het slot van de film. En dat begint dan met een shot waar op het emplacement van Amersfoort een hele zwik locomotieven en treinen tegelijk hebben laten optrekken. Dat is natuurlijk door Max de Haas georganiseerd. Thank you.
Je ziet in dit slotfragment een paar keer een grote close-up van draaiende wielen van een stoomlocomotief. Dat is heel eenvoudig gemaakt. Ik ging zitten op een blok hout wat op het machinistenladdertje was bevestigd. En ik heb in mijn... Ik hou me met mijn linkerhand vast. Ik heb in mijn rechterhand de Siemens-camera, een 15 meter, 16 millimeter camera. Die kon je precies in één hand houden. Die draaide 8 beeldjes per seconde. En die locomotief die reed op het emplacement, op het technische emplacement van Tilburg, 40 kilometer per uur. Dus in die opname van die draaiende wielen, daar schijnt het of hij 120 kilometer per uur rijdt. Ja, zo zijn er nog meer trucs toegepast met een camera op zijn kop hangend aan een statief van het achterbalkon van een klein wagentje, vlak boven de rails. En als je dat dan omgekeerd afdraait, lijkt het net of die camera heel laag boven de rails met een enorme gang vooruit rijdt en dat soort dingen. Het psychologisch laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. Hier doet Van Moerkerke allang onderzoek naar het hoe en waarom van de waarneming van de beweging. Bij de film Sonata Cipollata heb je nogal wat trucages toegepast. Hangt dat samen met je studie van de bewegingswaarneming? Nou, wel enigszins. Kijk, de normale manier van trucage bij een trucfilm waar je uitgeknipte objecten laat bewegen door een achtergrond, voor een achtergrond. Zoals hier wil ik die zwaluw voorbij het achtergrondje van de cam van een pakje Camel laten vliegen. Dan is normale manier om beeldje voor beeldje, hè, steeds een kleine verschuiving, hè, steeds ietsje verder. En dan, zoals hier, gaat hij in 1 seconde. Vliegt hij door het beeld heen. Dat gaat nog net. He, maar mij is opgevallen bij sommige soorten trucage, animaties, dat je zo gauw dubbele contouren krijgt. He, dat je een object dubbel ziet als je hem heel vlug wil laten gaan. En de enige manier om dat te vermijden is om het Phi-fenomeen toe te passen. De schijnbeweging. Dat komt erop neer. Je ziet hier een object en daar een object. En dan lijkt het net alsof het hetzelfde object is dat heel snel beweegt. Dat zie je nogal eens bij lichtreclames, bij bepaalde verkeerslichten. Maar dat heb ik dus hier toegepast. Hier zien we, de bedoeling is dat die zwaluw ongelooflijk snel hier voorbij vliegt. En dat is alleen te doen door hem hier eventjes te laten zien, 2 beeldjes. En dan even niks, en dan weer een beeldje, en dan weer niks. Waarom moet ik hier een beeldje niks, een beeldje achtergrond alleen laten zien, zoals ik hier ook heb. Hier heb ik alleen een beeldje achtergrond, hier ook achtergrond. Hè? Dus je ziet hem hier maar heel sporadisch. Dat is nodig om te maken dat je die zwaluw niet dubbel ziet, want gedurende de projectie van dit lege beeldje heeft het oog, hè, het netvlies, de tijd om het daarvoor waargenomen beeld van die zwaluw uit te doven. He, dus je ziet hier die zwaluw, hier zie je hem niet, het beeldje duift uit, en dan zie je hem hier wel. Had ik dat niet gedaan, had ik die zwaluw hier meteen achter gezet, he, dus meteen opeenvolgend, dan zou je er op een gegeven moment 2 zwaluwen zien, en dat is niet de bedoeling. Wat je eigen films betreft, dat is nogal marginaal gebleven, kan je wel zeggen. Maar heb je nou nooit de verleiding gevoeld om voor een groter, voor een breder publiek te gaan werken? Nou, eigenlijk nauwelijks. Ik heb mijzelf nooit gezien als een publiekfilmer. Hoewel, wat ik voor de televisie heb gedaan, min of meer anoniem, hè, en Om den Brode, is vanzelf voor een groot publiek geweest. Hè. Nee, maar mijn eigen films, waarvan ik dus de echte maker ben,
dat is inderdaad meer gebleven in het niet te dure, met weinig geld, in het experimentele. Ik interesseer me inderdaad voor het experimentele met de filmvorm. Dat heb ik me trouwens kunnen permitteren bij een paar van de televisiefilms die ik voor de VPRO heb gemaakt. Hè. Ook eigen experimenten in verwerkt. Maar voor de bioscoop, nee. En ik geloof niet dat de dingen die ik leuk vind, het grote bioscooppubliek ook leuk vindt. En het is wel zo dat wat ik aan grapjes zo nu en dan pleeg te maken, dat wordt ook alleen maar door insiders gewaardeerd. Ik kan er ook niks aan doen, zo is het nou eenmaal. Ik heb dus ook nooit de moed gehad om geld te vragen bij grote financiers. Tonnen geld om een grote film te maken. Het voordeel daarvan is dan tevens dat ik ook geen flops heb gemaakt. Dus ik ben aan niemand tonnen geld schuldig voor een mislukte, voor een commercieel mislukte film. Dus het is in feite wel een indekken van jezelf voor eventuele floppen? Nee, maar ik heb al gezegd, ik ben niet iemand die een scenario kan maken en dat indienen en daar geld op krijgen. Wat ik aan inhoudelijks zou hebben te vertellen, past niet zo erg bij mijn film maken. Ik maak films over andere onderwerpen en wat ik aan inhoudelijks kwijt kan, dat kan met veel minder rompslomp en minder geld beter. Gewoon als boek, hè? Die boekjes. Zo liggen. Zeg Emiel, wat is nou eigenlijk je drijfveer geweest om te gaan filmen? Nou, ik was wel natuurlijk al van jongs af aan geboeid door film. Hè? Vanaf mijn 10e jaar, Gold Rush van Chaplin. En ik fotografeerde al van heel jong. Maar er was ook nog iets heel raars. Dat is een beetje gênant. Toen ik bijna 14 was, toen wou ik filmacteur worden. Zoals Willy Fritsch, Emil Jannings. Ik heb natuurlijk altijd eigenlijk film voor mij altijd geweest, uitgaan van het materiaal. Hè, zoals Karel Appel zei, we gaan uit van de materie, dat is de verf. Ik zou zeggen, we gaan uit van de materie, dat is het celluloid. Plus het hele optische en mechanische instrumentarium van die camera. Hè, om die plaatjes te krijgen en met z'n allen het bewegende beeld te laten vormen. Die fascinatie heeft me nooit losgelaten. Ik ben dus nooit tot de film gekomen als iemand die graag de massa wou toespreken of die ideeën wou uitdrukken. Dat kan mij ook niet schelen. En het gaat mij echt om het spel van de bewegende beelden. Dat is de grondslag. Volgende week donderdag, in de serie Nederlandse cineasten, aandacht voor de in 1976 overleden Herman van der Horst. Uit gesprekken met 4 cineasten over die eertijds solerende grootmeester zal blijken wat nu eigenlijk de invloed en het belang is geweest van de Hollandse documentaire school.